leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer een lounge haul met heel veel mooie setjes die ik er van hun heb gekregen. Als deze video online komt, betekent ook dat zij 5 jaar bestaan en dat er dus een mega grote sale bij hun is begonnen. Ik heb allemaal setjes die ik graag aan jullie wil laten zien die nu ook in de sale zijn. Ik zal alle linkjes van alle setjes uiteraard in de beschrijving zetten. Ik zal vertellen welke maat ik heb, wat ik van de setjes vind. Voor de mensen die mij wat langer volgen, die weten al dat ik vaker samenwerking met lounge heb gehad. Vaker dit soort video's heb gemaakt. Dus ik kan nu ook steeds meer iets mijn mening over de setjes gaan vertellen. Omdat ik ze natuurlijk steeds vaker draag. En ik heb ook echt een mega lekkere badjes uitgekozen. Dus ben je nou benieuwd naar de items die ik heb ontvangen van lounge? Blijf dan zeker verder kijken. En dan gaan we snel beginnen. Ik wil van tevoren eventjes sorry zeggen als je een pianoman hoort spelen. Ik hoop dat jullie het niet te erg horen. Ik hoor het namelijk zelf wel. Maar onze buurman die is nogal gek op piano spelen. En die speelt echt de hele dag door piano. Net zoals nu. Dus ik hoop niet dat jullie het te erg horen. Oké, we gaan beginnen met een model die ik al heb. Dus daar kan ik ook alweer wat meer over vertellen. Maar nu in een nieuwe kleur. Ik heb namelijk de Blossom Balcony set weer mogen ontvangen. Met een BH en een string. Je hebt er ook normale broekjes van. Maar ik vind de strings eigenlijk altijd het mooist. Ik heb bijna alle topjes en broekjes volgens mij in een 70D en in een XS. Omdat ik dat gewoon het mooiste bij mij vind zitten. Ik vind dat ze wel een beetje klein uitvallen. Normaal gesproken heb ik 70C, soms 70D. Maar van deze heb ik echt een 70D nodig. Omdat een 70C past gewoon echt niet. Maar ik heb hem dus in een mosterdkleur. Een beetje een geel kleurtje. En ik vond het wel heel erg leuk voor de zomer deze keer. En ik vind dit model gewoon denk ik wel echt het mooiste die ze hebben bij lounge. Dit is dus top in zo'n mooie gele kleur. Ik vind het echt mooi van de zomer als zo'n lekker bruin met en zo'n mooi geel setje aan heeft. Hij is helemaal van kant. Er zit dus geen padding of iets in. Geen push-up. Hij is helemaal van kant. En hier onderin zitten wel beugels voor de stevigheid. En daaronder zit een band en daar staat heel veel op lounge. Aan de achterkant kun je hem gewoon verstellen. Hij heeft 2 sluitingjes en 3 verschillende standen zeg maar om hem ook nog te kunnen verstellen. Ook de bovenste bandjes zijn verstelbaar. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Want als je hem wat strakker doet krijg je iets meer een push-up effect. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Dus dat is deze kleur. En daar heb ik dus ook het bijpassende broekje bij. In een maat XS. Dit is het broekje. Ook deze vind ik echt wel super mooi. Deze is ook weer helemaal van kant. En aan de bovenkant heeft hij ook weer zo'n elastieke band waar dus lounge op staat. Aan de binnenkant zit zoals bij alle broekjes een katoenen stukje. Dat is gewoon veel chiller dan dat alles van kant is. Dus dat is dit bijbehorende broekje bij de BH. Deze set kost €55. Dus ik vind dat oprecht nog best wel meevallen. Als je bij de Hunker met een BH koopt ben je vaak ook wel €35 kwijt. En voor dit heb je voor €55 gewoon een heel erg mooi setje. Dit model vind ik denk ik ook wel echt mooi zit. Omdat, ik weet niet, ik vind deze vorm gewoon echt heel erg mooi. Het is gewoon heel vrouwelijk, heel sexy. En ja, ik vind dit gewoon, dit is echt mijn favoriete setje. De Blossom Balcony. Dus dat is deze. Dan heb ik iets anders uitgekozen dan een lingerie setje. Hierna komen alleen nog maar lingerie setjes. Maar deze keer heb ik ook een badjas uitgekozen. Deze heb ik niet voor mezelf uitgekozen, maar voor Dagmar. Ik heb al een hele lekkere badjas. En ik vond dat zij ook een hele lekkere badjas moest hebben. Dus ik heb deze voor haar uitgekozen. Hij is een beetje lichtroze. En ergens lijkt hij soms ook wel een beetje lila. Het is gewoon echt een mega lekkere badjas. Van binnen zit hij helemaal vol met teddy. En aan de buitenkant is het echt zo'n lekker vliesstofje. De rug staat lounge. En verder is hij gewoon echt heel erg lang. Hij komt echt nou, tot bijna aan haar enkels. Deze heeft ze gekozen in een maatje SM. Je hebt ook nog ML. Het zijn combinatiematen. Maar zij heeft deze in een SM. En deze is €80. En je hebt hem dus ook nog in het grijs. Maar ja, ik heb voor haar deze roze uitgekozen. Echt, het is zo'n lekkere badjas. En wat ik bij deze badjas ook chill vind, is dat er een capuchon aan zit. Dat heb je natuurlijk niet altijd bij iedere badjas. Mijn badjas heeft dat bijvoorbeeld niet. Maar ik vind dat altijd wel echt heel erg lekker als het het wel heeft. En deze heeft dat dus wel. Dus dat is deze. Dan gaan we door naar het volgende setje. En dit is een zwart setje. Dit is een setje of een model die ik nog nooit eerder heb gehad. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Je ziet het ook vaak bij bikinis voorbij komen. En dat is de Black Mesh Bra en Tongs. Ook weer een stringmodel. Je hebt hier ook weer een broekje van. Eigenlijk in alle varianten heb je ook een broekje. Maar ik kies altijd de string omdat ik dat gewoon het mooiste vind in broeken. En ik vind dat gewoon het mooiste staan. Ik ga beginnen met de top. Toen ik deze zag, deed het me ook echt denken aan een bikini topje. Ik weet niet. Ik vind dit soort bikini topjes altijd heel mooi. En dat is deze. Hij is een beetje overbelicht doordat hij zwart is. Maar het is dus aan de bovenkant is het gewoon van katoen. Gewoon van stof. En daaronder zit dus een mesh randje. Waardoor je heel mooi zo'n underboob krijgt. Ja, ik vind het altijd wel heel erg mooi. Dat is deze. Hij ziet er best wel groot uit. Ik weet niet in welke maat ik deze heb genomen. In een S. Oké. Okay. Ik denk dat een XS op zich ook wel had gepast. Deze bandjes kun je ook weer verstellen aan de achterkant. Alleen dit is niet verstelbaar. Dit is wel een elastieke band. Maar die kan je dus niet verstellen. Houd er wel rekening mee.
Dus dat is het topje. Die heb ik dus in een maatje S. En dan bij het behorende broekje. En dat is deze gewoon een heel simpel soort broekje. Deze heb ik wel in een maatje XS. En ik weet niet of je dat op de camera goed kunt zien. Maar op die elastieke band staat dus ook weer met zwarte letters lounge. Dat is dus kleur op kleur. Vind ik ook heel erg mooi. Dat het gewoon iets minder opvalt. Ook aan de achterkant heb je dus een stukje van dat mesh. En aan de voorkant hier dus ook. Verder is alles gewoon van katoen. Gewoon heel chill. Dus dat is deze. En dit setje heb je dus ook nog in veel meer andere kleuren. Eigenlijk ieder setje, ieder model heb je in 20.000 verschillende kleuren. Maar voor dit setje betaal je dus 45 euro. En heb ik het topje in een S en een broekje in een XS. Dan gaan we door naar echt een van mijn lievelings. En dat komt echt door het kleurtje. Want ik vind dit kleurtje echt heel erg mooi. En dat is de Balcony Bra en Tong in een lichtblauw kleurtje. Ik heb hem ook al aangehad. En ik vind deze gewoon echt heel erg mooi. Ik moet zeggen dat ik de Blossom Balcony, dat model, wel wat mooier vind. Dat die echt zo van die gele, zeg maar, van net. Deze is echt wat meer wel triangel. Maar ik vind het kleurtje gewoon zo mooi. Kijk, dit is echt wat meer triangel. Die gele is echt wat meer recht, zeg maar. Dat vind ik wel ietsjes mooier. Maar ik vind dit kleurtje gewoon echt geweldig. Ik vind dit zo mooi. Deze heb ik dus ook weer in een 70D en broekje in een XS. En ja, ik vind het kleurtje gewoon echt prachtig. Ik kan het wel 20 keer zeggen. Deze is dus ook weer helemaal van kant. Hieronder heeft hij ook weer gewoon een beugel zitten, zeg maar, voor de stevigheid. En sluit hij ook af met een elastieke band waar weer heel vaak lounge op staat. Deze kan je ook weer gewoon verstellen aan de uiteindes. Hij heeft ook weer twee haakjes. En deze bandjes kun je ook weer gewoon verstellen, wat ik wel weer heel erg fijn vind. Dus dat is het topje. En dan heb ik ook nog het broekje erbij. En deze broekje, deze is ook weer gewoon helemaal van kant. Onderkant zit weer gewoon van het katoen. En weer een mooie elastieke band. Ik vind dit gewoon echt een heel mooi blauw kleurtje. En het kan ook echt bij ieder haartype. Ik weet niet, ik vind blauw echt een kleur dat kan gewoon bij iedereen. Bijvoorbeeld geel kan nog wel eens lastig zijn bij sommige mensen. Maar dit is gewoon echt een kleur dat gewoon echt bij iedereen past, vind ik. En dit is dus de Blue Balcony Bra en Tong. En deze is 55 euro voor het hele setje. Dus dat is die. Wat van tevoren ook wel handig is om te zeggen, is dat je het niet in een set koopt. Ja, ik koop het wel in een set. Maar je kan wel de maten los bestellen. Dus als jij van bijvoorbeeld je top een veel grotere maat nodig hebt dan van het broekje, dan kan dat ook gewoon. Je kan gewoon je eigen maat aangeven. Dus heb je bijvoorbeeld een 70F, maar van een broekje heb je een XS, dat kan gewoon. Maar heb je van een broekje een XL nodig en van een topje een 70A, dan kan dat ook gewoon. Je kan gewoon alles mixen en matchen. Dus dat is wel heel erg fijn om te weten. Misschien van tevoren. Dat zijn vaak wel struggles waar heel veel meiden last van hebben. Maar op deze site kan je dat gewoon lekker mixen. Dus dat is heel erg chill om te weten. Dan gaan we verder naar het roze setje. En dit is een model die ik ook nog nooit heb gehad. Deze is ook weer een beetje met satijn. Dit is de Pink Silk Balcony Bra en Tong. Ook weer een stringvorm. En dit is de BH. Die ga ik als eerst even openmaken. Ook deze heb ik weer in een 70D en in een XS. Maar ik vond het wel echt een heel erg mooi kleurtje. Oeh, hij is heel mooi. Eigenlijk is het een beetje die blauwe van net, dat model. Volgens mij is het ook hetzelfde model. Alleen heeft deze dus nog een satijnen stukje erbij. Deze is dus ook iets dekkender. Omdat hij voor de helft kant is en voor de helft satijn. Ik vind deze wel echt heel erg mooi. Mooi kleurtje, ook dat oud roze. Deze bandjes kan je ook weer gewoon verstellen. Ook hier aan de achterkant zijn ze weer verstelbaar. En het sluit weer met zo'n elastieke band aan de onderkant. Oh nee, deze is wel iets anders, zie ik nu. Want deze heeft alleen een elastieke band aan de achterkant. Aan de voorkant heeft hij het niet. Maar dat vind ik ook wel eigenlijk heel erg mooi. Dus dat is het topje. En dan het bijbehorende broekje erbij. Oh, deze vind ik ook echt heel mooi. Deze. Deze heeft dus een soort van, ja, ik noem het altijd een soort van vleugeltjes hier aan de zijkant zitten. Het loopt nog iets verder door dat kant. En dan in het midden is het helemaal van satijn. En aan de achterkant heb je ook nog een iets groter stuk wat over je billen loopt. Dat vind ik altijd wel mooi eruit zien of zo. Dan maakt je billen heel rond. Dus dat is deze. En deze heeft ook weer aan de bovenkant zo'n elastieke band. Dit setje hebben ze ook weer in heel verschillende soorten kleuren. En betaal je 55 euro voor. Maar ik vind het echt een heel erg mooi setje. Mooie kleur ook. Ik heb nog nooit zo'n setje gehad met dat satijn. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan gaan we door met het ene laatste setje. En dit setje heb ik al in twee andere soorten kleuren. En ik vind het echt een prachtig setje. Vooral dit broekje. Is echt heel erg mooi. Het loopt echt een beetje in zo'n soort V-lijn. Wat gewoon je lichaam heel mooi uit laat komen. En dit is de Purple Luxe Balcony Bra en Tong. Ik ga weer beginnen met het BH. En het is dus in een paarse kleur. Ik vind deze zo mooi. Deze is wel iets meer, hoe noem je dat? Bijvoorbeeld die roze van net, die loopt echt wat meer over je borsten heen. En deze is wel echt tot de helft. Dus echt net je tepel is bedekt, zeg maar. Maar ja, deze vind ik wel echt heel erg mooi. Vooral dat paarse kleurtje ook. Een beetje met dat wit erdoorheen. Ook deze heeft alleen maar aan de achterkant zo'n elastieke band. En aan de voorkant alleen die beugels, zeg maar. Eigenlijk alle BH's hebben wel beugels, tenzij het bralet zijn. Maar verder alle balcony tops, die hebben eigenlijk allemaal wel beugels.
Ook deze kan je aan de achterkant weer verstellen. En hier aan de onderkant kan je ook weer verstellen. En ik vind het gewoon echt een heel mooi setje. Ik weet niet, ik vind paars sowieso wel een mooie kleur de laatste tijd. Dus dat is die. En dan het broekje. En daar ben ik echt bij deze set het meest fan van. Dit broekje zit echt heel erg mooi. Ook weer bij de verkeerde opgestuurd. Oh my god, ik was zo lyrisch over... Shit. Ze hebben dus per ongeluk het broekje opgestuurd in plaats van de string. Eigenlijk draag ik dat soort broekjes nooit. Omdat het geeft me gewoon een beetje een soort van oma gevoel of zo. Maar dit is dus het broekje. Maar ik kan de voorkant wel even laten zien, want dat is wel op zich hetzelfde. Kijk, het is een beetje een soort van V waar dit in loopt. Waardoor je figuur gewoon echt super mooi is. En dan aan de achterkant heb je dus een stringmodel dat ook nog iets meer over je billen loopt. Maar nu is het dus een broekje. Dus dat zit helemaal om je billen heen. Ik ben benieuwd hoe dit staat. Ik heb dit echt al sinds de brugklas niet meer gedragen, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit staat. Misschien staat het wel heel mooi. Dat kan natuurlijk ook omdat het gewoon van kant is. Dus het is natuurlijk wel... Het is niet zo'n boxer wat je vroeger van de Vincino droeg. Het is wel gewoon echt een mooi setje. Dus dat is deze. En deze heb ik ook weer in een XS. Ik vind hem er wel gelijk echt een stuk groter uitzien nu dat extra stof eraan zit. Maar het is wel een heel erg mooi broekje. Dus dat is die. En dit setje kost €55 als set samen. Dus dat is deze paarse. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste setje. Dit is de Emerald Blossom Balcony Bra en Tong. In een beetje een groen kleurtje heb ik dit volgens mij uitgekozen. Dus ik ga deze openmaken. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk setje dit is. Oh, dat is ook weer diezelfde. Oh, het is echt zo'n kerstbomen groene kleur. Oh, heel mooi is deze ook. Dit is gewoon weer hetzelfde setje dus als die gele die ik als eerst aan jullie liet zien. En dit is gewoon echt mijn favoriete setje. Vandaar dat ik er ook twee van heb uitgekozen. Ik heb er nu toevallig ook eentje aan in een beetje een turquoise kleurtje. Ik weet niet of je het goed kunt zien. En dit is echt meer een beetje groen, ja, donker turquoise of zo. Wel echt heel erg mooi. Ook deze sluit er gewoon zoals al die andere BH's. Ook weer een beugel, ook weer een elastieke band eronder. En het broekje. Ook weer een 70D en een XS. En dit is het broekje die erbij zit. Super mooi. Ik weet niet. Ik ben echt helemaal fan van lounge. Ook al zou ik geen samenwerking meer met ze hebben. Zou ik alsnog gewoon mijn ondergoed er zelf kopen. Maar door al deze samenwerkingen heb ik echt genoeg ondergoed voor de rest van het jaar. Maar ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. En deze set kost ook weer €55. En hebben ze dus, zoals ik zei, in heel veel andere kleuren. Ik heb deze nu in 3 kleurtjes dan. Deze, die gele en die turquoise. En ze zitten echt op. Dit zijn echt de mooiste setjes ooit. Dit waren dan weer alle setjes die ik van Lounge heb mogen ontvangen. En de dag dat jullie deze video zien, 22 maart, of in ieder geval 22 maart komt deze video online, begint de grootste sale bij Lounge ooit. Omdat ze dus 5 jaar bestaan. Ik zou zeker eventjes een kijkje nemen online als ik jullie was. Ik zal alle linkjes van alle sets in de beschrijving natuurlijk zetten, zodat jullie die makkelijk kunnen vinden. Wat me ook nog wel eventjes handig leek om te zeggen, is dat je dus niet met iDeal kan betalen. Ik krijg namelijk heel vaak DM's van meiden die vragen hoe ik mijn Lounge setjes bestel als ik zelf daar wat bestel. Maar ik heb een PayPal account. Dus vraag bijvoorbeeld je ouders of maak zelf een PayPal account aan als je oud genoeg bent. Want je moet dus met PayPal betalen of met creditcard. Je kan helaas niet met iDeal betalen. Maar het is zeker de moeite waard om een PayPal account aan te maken. Dus volledig gratis. Je moet er alleen volgens mij wel een creditcard voor te hebben. Dus dat is handig als je ouders er even voor inlicht, dat ze je daarbij kunnen helpen. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Ben je nou ook zo fan van Lounge als dat ik ben? Doe dan eventjes een duimpje omhoog en laat jouw favoriete setje achter in de reacties. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!